zou het dan mogelijk zijn om gewoon fucking om in livestream 1000 subs te halen? Het zou echt gewoon geweldig zijn als dat zou lukken. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. We spelen weer Blitz en dit was het horrorsteek. We gaan het ik wil het eventjes simpel houden voor jullie iedereen. Maar wat is jongens, het is van ik loop hier nog steeds rond, maar dat maakt niet uit. Het is hier van, ik heb nu 970 subs of 973 of zo in die richting. En daar ben ik zo blij met. Je weet van iedere YouTuber zegt van, ik had het echt nooit verwacht van, ik ga zoveel subs halen. Nee, ik had het nooit verwacht. Maar klopt het ook wel. Een beetje, iedereen is dat een beetje zo van, zou ik dat ooit wel halen überhaupt? En uiteindelijk, ja, uiteindelijk lukt het dan toch. En dan ben je er heel blij mee. Echt, volgens mij is er echt 9 van de 10 mensen er heel blij mee. Als je het haalt, dan voel je je gewoon geweldig eigenlijk. Ik weet niet. Eigenlijk, zeg maar, als je, hoe heet het, hebt alleen maar een negativiteit bijvoorbeeld, dan heb je geen doormerken. Gewoon alle positieve mensen gewoon. Heb je gewoon zin om video's te maken en zo? En ik zou me echt afvragen, kunnen jullie samen ervoor zorgen om gewoon voor freaking zondag, aanstaande zondag, dan gewoon 1000 subs te halen? Gewoon in de livestream. Ik ga zondag namelijk live weer om 3 uur. Zou het dan mogelijk zijn om gewoon fucking om in de livestream 1000 subs te halen? Het zou echt gewoon geweldig zijn als dat zou lukken. Want persoonlijk, jullie weten ook wel, ik doe nu eigenlijk met stem. Ik deed al een tijdje eerder gewoon muziekvideo's waar ik gewoon geen stem wilde doen, waar mijn mic gewoon te slecht was en zo. Uiteindelijk besloot ik gewoon om micvideo's te doen met stem en al die onzin. Ja, niet echt onzin, maar je begrijpt wat ik bedoel. En toen gingen de subs echt gewoon niet normaal. Het was gewoon echt die reacties. Mensen vonden het leuk en ik vind het ook leuk. Dus waarom ook niet? Ik ben er nog uit, ik ga 100%, ik weet het, voor mezelf is het moeilijk, maar ik ga het sowieso doen. Ik moet over die drempel heen, ik ga een face-review doen bij 1000 sub. Ik ga, als het uitpakt, ga ik proberen een montage up te loaden bij 1000 sub. En ik ga ook nog proberen een Q&A op te nemen, want dat doe ik trouwens, misschien kan ik dat beter nog in de stream doen. Gewoon, als we 1000 subs halen, ga ik gewoon een Q&A in de stream doen. Kun je meteen actief en dan zijn we meteen, kan ik daar meteen op reageren. Dat lijkt me veel leuk. Dat is meer het eigenlijk wat ik wilde vertellen. En ik weet het eigenlijk niet. Het is gewoon nu de games spelen. En hopen dat we winnen. Jan Jaap, je bent wel heel erg sterk eigenlijk. Dat wil ik niet. Dat is een beetje onacceptabel. She-dog. Kom, ik ga hem bouwen. Yep. Oh, hij zit in het midden. Kom op. Ja. Kom op. Nee. Bokken! Wegwezen! You're not going to get that stuff, bitch. Hallo, Javier Chicken, nog iets? Wat een mooie naam heb jij, zeg. Ik vind hem echt fantastisch, die naam. Voel een soort hebben. Oh, de blister, snel. Kom op, Rups. Nee, Rups, alsjeblieft. Nee, alsjeblieft, verpest het dan niet. Verpest het alsjeblieft niet. No. Kom op, yes. We kunnen hem aan. We kunnen hem pakken. Kom op. Jump miss. Yes. Freaking, yes. Waar is het? Welke stip heeft hij gepakt? Oké, wat had hij gepakt? Oh, diamond leggings. Wat had hij gepakt? Ik zag het niet eens. Zo blind was ik. Ik was zo van, ik moet hem down hebben. Zo was ik. Het was echt gewoon geweldig. Gewoon dat ik zo intensief in de game kan zijn. Oké, eigen drink speed. Kom op. Kom maar. Draai om. Ik verwacht gewoon dat hij gaat omdraaien. Gewoon midden. Hier precies. Hier. Dacht ik al dat je zou komen. Dit is een best wel risky deathmatch meteen. Want ik heb heel veel kans dat ik gewoon gescript geworden door die 2v1 zou worden. Hele grote kans. Met helmet op. Mooi. We zijn nu redelijk stacked op zich. Je kan ons niet zwak noemen, zeg maar. Is het zin dat ik niet aan het opnemen ben? Nee, gelukkig wel. Yes. De killer. Ja, ik heb hem. Hij heeft speed things, cool.
blaast hij zichzelf gewoon op. Een soort van. En waarom werkt werkte meteen niet? Kom op. Ja, balabonga, ik heb je, GG. Ik ben wel gek, maar ik ben geen mongol, jongen. Jongens, ik hoop dat jullie genoten van deze video. Laat er vast een like achter en een duimpje, om natuurlijk hetzelfde. Maar dan eigenlijk, subscribe, deel het met iedereen die je kent als je het leuk hebt gevonden. En misschien vindt zij het ook wel leuk. En dan zie ik je allemaal weer bij de volgende video. Later.